tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Hoe heet je ook alweer? Ted. Ted. En verder? Had ik mijn paspoort mee moeten nemen? Hey, rustig maar, jochie. Als je hier wil blijven, zou ik maar even dimmen, ja? Han, dit is Ted. Hoi. Hey, we hebben hier een aantal huisregels. En dat zijn geen alcohol, geen drugs. En iedereen helpt mee. Dat wil zeggen, niemand krijgt een voorkeursbehandeling. Snap je dat? Han, vertelt je de rest wel. Hey. Hoi. Problemen? Kan je wel stellen, ja. Ze hebben Helen beroofd en in elkaar geslagen. Wat? Ja. Wanneer? Ongeveer een uur geleden. Ik heb haar gevonden. Jezus. Dokter is nog beter. Heb je tijd om even mee te gaan? Ja, ja. Is Tom er? Ja, boven met de meiden. Ja? Breng hem maar even naar Tom. Dan regel jij het eten verder. Oké. Dan blijft het voor Arnie 100 gulden wisselgeld over voor vannacht. Is het genoeg? Ja. Kan ik me even in je kamer omkleden? Oh, waar ga je naartoe? Ik ga met Simon eten. Aha, dat zal de derde keer deze week en dat arme joch van je maar thuis zitten. Nee, hij blijft bij een vriend slapen. Ah, terwijl madame zich laat verwennen door die rare dokter uit de stad. Moet ik me schuldig voelen? Nee, gek. Wordt het wel, denk je? Ah, ik weet het niet, hoor. Simon heeft het de laatste tijd flink te verduren gehad. Dat is waar, ja. En het is goed te merken ook. Hij is ontzettend onzeker. Henny, ik wou graag hebben dat je nog even bleef. Dat klopt iets niet met de kas. Misschien kan je dat nog even in orde maken. Maar ik sta op het punt om met iemand te gaan eten. Zeg het maar af. Je overuren krijg je natuurlijk doorbetaald. Afzeggen? Maar daar is het toch nu te laat voor? Zet je je baan op het spel voor een etentje? Dat geloof ik niet. Ik kijk het wel even naar. Ik heb alle tijd. Je hebt nogal veel tijd, hè, tegenwoordig. Heeft dat met geld te maken? Ik vergeet dit niet, Henny. Is het gestolen geld nog steeds niet terecht? Nee, maar dat weet hij niet. Ik wou maar dat ik wist waar en hoe ik het kwijtgeraakt ben. Ik begrijp er niks van. Maar Arnie denkt dat het gestolen is. Ja, maar hoe moet die persoon dan in de kluis gekomen zijn? Ga jij nou maar, voordat de zwaan weer gaat zeuren. Sleutel hangt in de receptie. Dank je. Zie je. Hey, wat is het eigenlijk, een broodje turbo speciaal? Al van alles. Ros eronder, kaas erop, friet en salade ernaast, peper erop, turbo. Wil je? Nee, dank je. Doe mij maar een broodje rosbief. Doe mij hetzelfde. Hey. Hey John. Goed dat ik jou zie. Ik geloof dat ik een huis heb gevonden voor ons tweetjes. Heel mooi. I'm your man. Oh ja? Ik ben anders nog helemaal niet aan het huwelijk toe. Toffe meid. Hey, ik dacht dat jij bij mevrouw Hummings zou eten. Ah, mijn gedachte verandert. Ze zat zo te zeuren over een baantje. En terecht. Als dat met Mirjam doorgaat, moet je ook huur kunnen betalen. Ik verzin wel wat. Maak je maar geen zorgen. Wist je trouwens de laatste keer dat Mirjam met iemand samenwoonde dat iedereen eruit is gered? Ik had precies hetzelfde. Mirjam en ik hebben dus nog meer gemeen dan ik dacht. Neem je eigenlijk ooit wel eens iets serieus, jong? Iets wat echt de moeite waard is? Ja hoor, dan sloop ik me echt uit. Maar tot die tijd neem ik genoegen met het minimum om het leven draaglijk te houden. Snap je dat? Sorry dat ik zo laat ben. Ja, dat geeft niet. Ik ben er ook net. Volgens mij kun jij wel wat alcohol gebruiken voor het eten. Ja, zeg dat wel. Heb je nog twee gin ton? Probleem in het hotel? Dat verdwenen geld nog steeds. Ach, dat is toch Suzanne's probleem? Suzanne en Arnie die denken dat iemand het gestolen heeft. Ik bijvoorbeeld. Nee, dat meen je niet. Hebben ze dat gezegd? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is toch de meest voor de hand liggende verklaring. Behalve de zwaan en Suzanne, ben ik de enige die een sleutel van de kluis heeft. En dan dat eeuwige gezeur van mij over geldgebrek. Geef ze ongelijk. Ja, maar Arnie en Suzanne, dat zijn je vrienden.
Weet je zeker dat ze jou verdenken? Misschien niet, maar... Ja, weet ik veel. Ik wou gewoon dat het snel werd opgelost. Die sfeer al begint echt op mijn zenuwen te werken. Ja, en als ik jou was, zou ik dan ook maar zo snel mogelijk met ze gaan praten. Maar volgens mij maak jij je druk om helemaal niks. Nou, misschien. Hoeveel geld gaat het eigenlijk? 1000 gulden. Ja, dat is jammer. Ja, als het iets meer was geweest, had ik me nog als schuldig kunnen aanmelden. Nee, ik begrijp het, Peter. Nou, ik zal Simon vragen of die dokter Palm belt. Ja? Dag. Het is er aan de hand? Helen is beroofd. Echt? Nou ja, ze is een beetje van de kaart. Dat is gelukkig alles. Ik ga er meteen naartoe. Nee, doe dat nou niet. Ze heeft rust nodig. Misschien ligt ze wel te slapen. Dat ze uitgerekend zo'n lief mens als Helen moeten hebben. Zeg, ik had eigenlijk wel verwacht dat jij je excuses zou aanbieden. Pardon? Waarvoor? Nou, omdat je vanmiddag zo onbeschoft wegriep. Ja, Sjaan, ik dacht dat ik jou er juist wel een plezier mee deed. Nog 2 minuten met een mens en ik was pas echt onbeschoft geworden. Nou, kom, kom. Ja, kom nou, Sjaan, de manier waarop ze jou alles voor zijn, alsof zij met mij nog gaat trouwen. Het zijn broer en zus. Dan is het toch logisch dat je met elkaars leven bemoeit? Ja, maar toch niet dat je met elkaar wilt trouwen? Maar goed, dat moet kunnen. Ik hoop dat jullie erg gelukkig worden met z'n drieën. Hoe dan ook, ik vond het gewoon niet leuk. Denk je dat het mensen het territorium zomaar opgeven op het moment dat jij bij Menno intrekt? Die blijft gewoon zitten waar ze zit, hoor. Territorium, doe dan niet zo gek. Hebben jullie dat dan al besproken? Nee, niet in zoveel woorden. Het is jouw huwelijk, Sjane, maar als ik die Isabel zo zie, dan kan ik me voorstellen dat je het nog zwaar te verduren krijgt. Als ik het eerlijk moet zeggen, denk ik dat de vijandelijkheden al begonnen zijn. Een soort onopgemerkte oorlog. Ik zou maar uitkijken met dat mens. Trek dit eens aan. Wat is dat nou voor zin? Hoe netter je eruit ziet, hoe meer kans je maakt op een baan. Wat moet ik met een baan? Als je nog even zo doorgaat, dan word je hier binnen de kortste keren weer uitgeschopt. Ja, laat je ook alles zeggen, hè? Maar weet je nou zeker dat ze er niks aan overhoudt? Ja, je hebt gehoord wat Simon zei. De schok is het ergste. Ja, ja natuurlijk. Helen vindt het erg dat ze het geld kwijt is. 500 gulden van het opvangcentrum. 500? Man, dat is een halve maand budget. Ja, dat is onze nieuwe aanwinst, Ted. Ted is Daniel. Ik ken jou wel. Je bent die gemeentepik. Ja, hoe weet jij dat? Nou, van een vriend van me. Hij heeft flink de schurft aan je. Dat zal wel. Ik ben bang dat ik jou hier nog wel eens zie. Sterkte. Dank je. Nou jongens, op naar het baancentrum. Meld je even bij Chris, zeg maar dat je gestuurd hebt. Oké. Moeten we gaan lopen? Neem de bus maar. Moet jij? Kom van mevrouw Helmink. Compensatie voor het gestolen geld. Goh, bedankt. Zeker uit eigen portemonnee, hè? Hey, ik hoorde van Mirjam dat jij een huis voor ons geregeld hebt. Goh, ik wist niet dat jullie samen deden. Jammer, hè? Nou, het maakt mij niet uit, hoor. Zodra Mirjam ontdekt dat ze die huur in de eentje moet betalen, is het snel gedaan met die vriendschap. Hey, toevallig heb ik nog nooit iemand voor mijn schulden laten opdraaien. Niet te geloven, hè? Jongen, ik was trouwens net van plan om weer eens bij het banencentrum van jou langs te gaan. Joh, moet je doen. Is leuk, de loper ligt voor je uitgerold. Zolang je maar niet meer zegt dat je van mij komt. Goh, ik kijk wel uit. Ik krijg natuurlijk net zo'n toespraak als die stumpers hier. En de lulligste baantjes die ze te vergeven hebben. Ik kijk wel uit, jongen. Dag. Ja, dankjewel. Ah, fijn. Arnie is er nog. Ja, in het kantoor. Hé, hey, wat is er? Voel je wel goed? Het gaat wel. Ik heb de hele nacht geen ogen dicht gedaan. Suzanne, ik wil je een tijdje iets vragen. Denk jij dat ik het geld heb gestolen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik had de enige andere sleutel. Het lijkt wel of je wil dat wij je verdenken. Ik heb het huis wel met Arnie over gehad, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat je het onmogelijk gedaan kan hebben, dus. Meen je dat? Tuurlijk. Dank je. Hey, je bent echt ziek, je moet naar een dokter. Nee, is niet nodig. Hé. Okay. Hey. Ga je zo slapen of... Nee, ik moet nog naar les vanochtend. Nog steeds in een clinch met die lerares? Nee hoor, sinds zij en tante Karen vriendjes zijn, is het allemaal een stuk makkelijker. Gelukkig maar. Hey, Arnie, ik wil het nog even over Henny hebben. Ah, ik vroeg me al af waar je uithing. Meneer Fokker vroeg me of ik je dit even wilde geven. Neem het maar goed door. Zeg, wat moet dat voorstellen, Albert? Het zijn boeken om te leren, meneer De Zwaan. Om te leren? Oh ja. Nou, niet je werk verwaarlozen, hè? Ik begrijp hier helemaal niks van. Wat is dit? Dat is een lijst van mensen die hier onder geen beding mogen boeken wegens wanbetaling of gestolen handdoeken en zo. Nou ja,
Wat is er? Rien staat bovenaan, kijk maar. Jan? Hey, heb jij iets van daarnet gehoord? Nee, moet ik het bellen? Nee. Ik begin pas over een half uur. Hey, leuk dat je Henny gisteren meenam. Leuke meid. Oh, dus ze draagt jouw goedkeuring weg. Ja. Zet even die stofzuiger uit. Goed. Zo. Hey. Ja, ik wil me er absoluut niet mee bemoeien, hoor. Want ik wil niet weer zo'n fout begaan als toen ik jou en Annette probeerde te koppelen. Sorry, het was eruit voordat ik er erg in had. Nee, laat maar. Trouwens, Henny is gewoon een vriendin, meer niet. Simon, weet je hoe laat het is? Kwart voor 11 ongeveer. Oh ja, en nog veel geluk straks met je sollicitatiegesprek. Hè? Dank je. Ik zal het nodig hebben. Maar als Maxwell het in me ziet, ben ik al een stuk verder. Maxwell? Wie is dat? Dat is een belangrijke regisseur. Oh? Jeanne, het spijt me dat ik je gisteren niet serieus nam over Menno. Nou, daar dacht je gisteren heel anders over. Nee, dat was over Isabel en dat neem ik ook niet terug. Maar dat is mijn mening. Je hoort me er niet meer over. Oké. Linda Dekker, spreekt u mee? Oh. Nee, dat is geen probleem. Ja, dank u, dag. Wat is er aan de hand? Het was Maxwell's secretaresse. Een afspraak is afgezegd, zomaar. Nou. Dag, Rien. Bel Suzanne even voor me, wil je? Ja, doe het toch even. Alles goed met Linda? Ja, prima. Hé, hey, weet je dat ik stijl achterover sloeg toen ik hoorde dat zij de girl niks door was? Luister, ik heb geen tijd voor gebabbel, oké? Nou. Hé, duizendmaal excuses hoor, meneer Hogendoorn. Rien! Ik had een afspraak met meneer Fokker. Oh, dat is heel vervelend. Meneer Fokker is de hele dag weg. Zal ik vragen of hij je terugbelt? Ja, goed. Als dat niet anders kan. Zeg dat ik langs ben geweest, oké? Prima. Okay. Hij zit gewoon boven. Wat een zootje. Fokker wil niks met Rien te maken hebben. Waarom heb je dat nou niet gezegd? Ja, je zal me wel belachelijk vinden, maar ik kan het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om Rien te zeggen waar het op staat. Het is niet alleen Fokker. Niemand wil me iets met Rien te maken hebben. Ik zou zeggen, lees het stuk nog eens een keer goed door. En maak eventueel een lijst van de personages met hun eigenaardigheden. Ja, nee, daar ben ik al begonnen. Oh, heel goed. Sorry. Gabi Lorenz? Oh, wat vervelend. Ja. Maar wanneer is hij dan wel klaar? Ja, dank u wel. Goed, mevrouw Lorenz, ik moet gaan. Mijn garage, ze zijn nog steeds met de auto bezig. Oh, zou jij tegen Karin willen zeggen dat ik haar niet red vanmiddag? En heb jij het nummer van de taxicentrale? Zal ik u een lift geven? Als je niet te ver om hoeft. Nee hoor, het maakt niet uit. Zegt u maar waar u heen moet. Naar huis? Het is niet ver. Wat een goed nieuws zeg. Wanneer kun je beginnen? Overmorgen, metselwerk. Goh, en ik dacht dat jij nooit een baantje zou vinden. En dat je ook nog al je principes opzij hebt gezet. Niet te geloven. Hey, het is natuurlijk maar tijdelijk, hè? Totdat we genoeg geld hebben om het in het huis een tijdje uit te zingen. En daarna begint het genieten pas echt. Oh, was het maar alvast zover. Hey, Suzanne. Ga zitten. Hoi. Hey, ik heb een brief voor je bij me van Dammy. Hij bedankt je voor het speelgoed. Ah, wat een leuk kind is het toch, hè? Ja. Hey, ik wil die hotelkamer van jou wel eens zien. Ik heb vanmiddag toch niks te doen. Is dat nou niet deprimerend op de duur, John? Al die meisjes die steeds maar nee moeten zeggen. Nog nooit meegemaakt? Eén keertje moet de eerste keer zijn, hè? Hey, ik moet even bellen. Denk er in de tussentijd maar even over na. Je weet niet wat je mist. Wat een geestig type, hè? Nou, ik ben benieuwd of je daar over een week nog zo over denkt. John heeft alles uitvoerig uitgedokterd en we doen alles 50-50. Huur, telefoon, eten, alles. Ik doe het koken en hij het rest van de huishouden. Jij kookt? Ook voor al die meisjes die daar komen? Ook dat hebben we uitvoerig besproken, ja. Als John een meisje mee naar huis neemt, dan blijf ik gewoon een tijdje uit zijn buurt. Het is niet te geloven. Maar andersom geldt natuurlijk hetzelfde, hè? Ja, maar begrijp je dan niet dat John je alleen maar gebruikt om onderdak te vinden? Nou en? Dus we hebben het toch ook afgesproken? Hey, Mirjam, haal jij zo'n pulsje voor ons. Oké. Wat zou jij ervan zeggen als wij ons vanavond eens op jouw hotelkamer nestelden?
En wat had je zo al in gedachten dan? Nou, je zou me bijvoorbeeld eens kunnen vertellen wat er met Arnie aan de hand is. En wat zou er met Arnie aan de hand moeten zijn? Hij heeft geen vriendin. Oh ja, ja, dat is heel verdacht. Oh, goh. Even serieus. Iedere normale jongen van zijn lengte heeft een vrouw nodig. Eentje, maar ik dacht toch minstens wel een paar. Hoe dan ook, je hebt me nog steeds geen antwoord gegeven. Knul, neem jij fijn een koude douche. Dat schijnt de beste remedie te zijn. Ik had het over Arnie. Laat Arnie zelf uitmaken wanneer hij een vriendinnetje wil. Ja? Dankjewel. Leuke buurt. Ja, lekker stil ook. Zeker mooi uitzicht. Niet echt. Ik woon op de eerste etage. Ja. Nou, bedankt voor de lift. En vergeet je Karin niet de boodschap door te geven. Zal ik wat boeken voor je dragen? Ga prima zo hoor. Bedankt. Dag. Zit je nou nog steeds te wachten op dat verlossende woord? Er moet een verklaring voor zijn. Rien heeft beloofd dat hij zal bellen zodra hij iets meer weet. Jullie hebben met dat zogenaamde handige opzetje heel wat mensen tegen u in het harnas gejaagd. Er moest gewoon een keer gezeur van komen. Ja, maar waarom moet ik daar onder lijden? Ik heb alleen maar gedaan wat Rien zei. Zoiets moet overwaaien. Weet je wat? Waarom gaan wij naar Janus bruiloft niet eens even lekker met vakantie? Weg van hier. Wat denk je? Als Rien het goed vindt. Rien, blijf je nou aan de gang met die jongen, hè? Kun je nou niet eens een keertje zelf iets bedenken? Rien heeft verzekerd dat hij me zou helpen en ik moet hem die kans geven. Bij wie kan ik anders terecht? Oh, dank je. Nou, ik wou dat ik eens een keer zo'n kans krijg. Je weet best wat ik bedoel. Ja. Sinds je van school bent, maak je de ene blunder na de andere. En soms, dan kan ik je ook wel vermoorden, weet je dat? Zoals nu. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik er ook nog altijd voor je ben. Nou, kom hier. Nee. Hey, Annie. Hallo, je bent vroeg. Nee, niks ervan. Ik kom alleen maar even mijn portemonnee zoeken. Die heb ik hier vanmiddag ergens laten liggen. Oh, als het een zwarte is, hier ligt de hula. Ja. Weet je, ik had niet eens in de gaten dat ik hem kwijt was. Tot ik John zijn geld terug wil geven. Ja, ik dacht dat die blut was. Ja, dat dacht ik ook. Hij heeft wel meer geld dan ik nu. Waarom doe je eigenlijk niet mee met ons loterijclubje? Loterijclubje? Met zoveel zijn jullie? Alleen jij, ja, ik en Susanne. En elke week een heel lot. En de enige kans om in de bazentijd rijk te worden. Ja, dat is goed joh, ik ben erbij. Hey, ik mis een briefje van 100. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk weet ik het zeker. Heb jij niet gepakt om als wisselgeld te gebruiken bij de receptie? Jij denkt toch niet dat ik in andermans geld ga zitten graaien? Nou ja, zo bedoel ik niet, maar misschien was je het vergeten op te schrijven. Als jij soms denkt dat ik in geld heb gepikt, nou, haal de zwanen dan maar bij. Is goed. En wat is er aan de hand? Niks. Ben je niet doof, Albert? Hoeveel geld ben je kwijt? Dat doet er niet toe. Het is van mij gestolen en niet van het hotel. Dat doet er niet toe als er 2 keer in 1 week geld verdwijnt hier. Weet jij daar soms iets van? Nee, helemaal niet. Doe die kluis dan dicht en maak je werk af. En ik waarschuw jullie. Als er hier ergens een dief rondloopt, dan ga ik net zo lang door tot ik hem te pakken heb. Ook al moet ik iedereen zijn zak hier laten leeghalen. Sorry, Annie. Ik had beter mijn mond kunnen houden. Ja hoor. Bedankt voor je steun en je vertrouwen. Goh, ik dacht niet dat jullie nog zouden komen. We hebben de hele dag naar werk lopen zoeken. En? Morgen is er weer een dag. Toch, Han? Ja. Het lag niet aan die vriend van jou, hoor. Die was erg behulpzaam. Nee, lukte gewoon niet. Jullie hebben wel je best gedaan. Natuurlijk. Leugenaars. Jullie zijn niet eens gegaan. Chris belde op waar jullie in godsnaam bleven. We waren het echt van plan... Moet die andere vriend van je hebben. John. Die was meenam naar de gokhal. Dik geld zouden we gaan verdienen. Ja, jullie hebben toch een eigen wil? Je hoeft er niet als makkelammetjes achter John aan te lopen. Nog één zo'n geintje en ik flikker jullie er allebei uit. Nou, wij zijn de lul. En die oplichter blijft buiten schot. Zeg gewoon dat het niet waar was. Zo gaat het altijd. Ja, ga nou maar eten. Ik regel het met John wel. Tjoh.
Kom maar op met je verklaring. Ja, dat ligt nogal ingewikkeld. Ik wil een heel simpel antwoord op een hele simpele vraag. Waarom worden al die afspraken afgezegd? Kom op, Lien. Ik heb nogal een rotdag achter de rug. Laat me eerst alles even op een rijtje zetten. Hé, even dimmen. Geen ruzie hier. Moet iedereen soms meegenieten. Joh, bemoei je er alsjeblieft niet mee, wil je? Kom. Luister nou, luister. Een buitenstaander ziet die dingen vaak veel helderder. Wist je dat? Hé, stort je hart maar uit bij oom John. Oh, sorry dat het zo lang duurde. Hey, John. Hé, Mirjam, dit hebben wij niet besteld. Oh, excuse me, ik ben een beetje verslag vanavond. Die twee daar zit hem al de hele avond te staan. Ja, de klant is koning, hè? Wat had je dan ook alweer besteld? Nou, laat maar. Ik doe het zelf wel. Ik heb maar twee handen, hoor. Hé, niet zo sip. Sommige vrouwen zijn mooi als ze boos zijn, maar jij bent zelfs nog mooier dan dat. Doe, John, nu, oké? Ja, ik begrijp het wel. Van zo'n chagrijn als Rien wordt een mens nou niet bepaald vrolijker. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Nou, goed, goed. Maar mocht je van gedachten veranderen, je weet me te vinden. Nou, John Alberts, dat moet je me nou nog even uitleggen, hoor. Nee, ik dacht omdat zijn ouders vrienden van ons zijn. Ja, maar er staan zeker wel 50 mensen op de lijst. De meeste ken ik niet eens. Ken jij ze eigenlijk wel? Ik heb me een beetje laten meeslepen door die zus van Menno. Trouwens, hij heeft 2 keer zoveel mensen uitgenodigd. Ja, maar weet je wel zeker dat dit is wat je wil? Een provinciaal circus? Ja, maar als Isabel ergens haar zin op heeft gezet, berg je dan maar. Was Linda ook al opgevallen? Ja, als jij het niet durft tegen te houden, dan wil ik het wel doen. Graag. 2-1. Trouwens, ik denk dat ik eventjes bij Helen langs ga. Hoe gaat het met haar? Een bult en een lichte shock. Ik kan morgen over zijn. Wat ook pijn doet, is dat gestolen geld. Ik ga er morgen even op zoeken. Ja. Nou, en als ik die schof te pakken krijg, dan... Leuk ding die, Linda. Ja, knap. Je moet ervan houden. Ja, dat hebben wij, man, hè. Daar houden we van. Het is alleen jammer dat ze zich zo laat inpakken door die Rien. Schetsfiguur. Daar kan hij ook niks aan doen. Dat is hem met de paplepel ingegoten. Jij zou ook wel wat van je vader hebben. Hm? Waar het huis al rond was. Ik sta verdomme al weken droog. Jomik gaat compleet uit het dak als ze me met een vrouw zien thuiskomen. Er is een klein probleempje met het huis. En dat is? Ik moet morgen een borgsom van 500 gulden betalen, anders kunnen we het wel vergeten. 500 gulden? Peanuts. Ik dacht dat je blut was. Hier, heb je mijn deel van de borgsom. Hé, maar je hebt daar wel 500 gulden. Hoe kom je aan zoveel geld? Voor jou een vraag en voor mij een weet. Laat ik dat zo houden.